Ben jij al eens op de K3 rollerskater in Plopsaland te Pannen geweest? De attractie werd geopend in 1995 in het nog toenmalige Meliepark. Hij was toen heel met groen en kreeg de naam rollerskater. In 2008 kwam het groot rek als station erbij. Werden de figuren van Wizzy en Woppy toegevoegd, net als een grote wasmachine waar je als bezoeker doorreed en een fijne waternevel voelde. In 2019 werden Wizzy en Woppy vervangen door K3. De baan werd roze geverfd en de naam werd veranderd in de K3 Rollerskater. Het decor werd beetje bij beetje aangepast naar het K3-thema. Zo zie je langs de baan drie grote poppen van Marten, Julia en Hanne, net zoals een grote speaker waar het treintje doorrijdt, gebakjes, snoepjes, een zonnebril en een flamingo. Het station zelf is nu een rek met een rolschaats, een K3-lamp, een verfemmer, een borstel, een blikje Coca-Cola, een Capri-Sun en een doos met kerstreef. De achtbaan werd zo al heel snel een favoriete attractie voor de jonge bezoekers. De trein zelf bestaat uit 8 rolschaatsen in verschillende kleuren voor telkens 2 personen. De achtbaan heeft een totale lengte van 335 meter en een maximale snelheid van 46 km per uur. Zo zorgt de achtbaan voor de nodige sensatie, maar is hij toch toegankelijk voor alle leeftijden. Dus als je ooit Plopsaland de Pannen bezoekt, zorg dan dat je een ritje maakt op de K3 rollerskater en dompel je onder in de wondere wereld van K3. Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet om de video te liken en je te abonneren op ons kanaal. Deel zeker ook je eigen ervaring met deze achtbaan in de comments hieronder. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.